De prijzen op de groothandelsmarkten voor gas die zijn enorm gezakt. Van 350 euro per megawattuur eind augustus naar zo'n 150, 160 euro per megawattuur vandaag. Maar wat iedereen wilt weten, wat betekent dat voor mijn voorschotfactuur? Jordi, kan jij hier een antwoord op geven? Ja, zeker en vast. De meeste mensen hebben vandaag een variabel tarief of als hun vast tarief afloopt, ja, dan moeten ze overschakelen naar een variabel tarief, aangezien er geen vaste tarieven meer te vinden zijn. Die variabele tarieven die zijn rechtstreeks gekoppeld aan de evoluties op de energiemarkten. Dus dat betekent als de prijs daar daalt, ja, dan weerspiegelt zich dat ook in een daling van jouw factuur. Dus dat is goed nieuws. Al zal je dat niet meteen gaan merken op je voorschotfactuur, daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, de prijzen zijn gedaald, maar ze blijven erg hoog. In vergelijking met 2 jaar geleden, ja, zijn de gasprijzen toch nog altijd 10 keer hoger vandaag. En ten tweede, in september en oktober verbruik je natuurlijk minder energie om te gaan verwarmen. Het zullen vooral dan de prijzen zijn van november tot eind maart, op het moment dat mensen gaan verwarmen, ja, die bepalend zullen zijn voor de factuur. Het is ook niet zo dat elke leverancier proactief bij elke stijging of daling op de markt de voorschotfactuur gaat aanpassen. Ze laten vaak het initiatief daarvoor aan de klant. Dus conclusie, ja, het is zeker en vast goed nieuws dat de prijzen dalen en je zult dat ook merken op je uiteindelijke factuur. Maar we moeten voorzichtig blijven, één zwaluw maakt de lente niet. Dus het blijft afwachten wat de prijzen zullen doen de komende maanden. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website.